In Talent gaan wij in gesprek met talenten uit Groningen. Geen onderwerp blijft bespaard en zo leer jij de talenten het allerbeste kennen. Hé hey man, is het goed? Ja, zo. Ja, prima. Ja. Welkom. Ja man. We gaan even wat opnemen vandaag. Voor een voetbalchallenge. Ben je er klaar voor? Zeker. Mooi. Het is goed om te horen. Nou, kom. Nou, gewoon voor. Als jullie niet, we staan hier. We gaan zo meteen even een latje trappen. Je ziet ook een paar dingen op de lat ja, hangen. Ja, ja, ja. Links hangt de foto van de cameraman, Sander. Ja. In het midden hang jij en ik hang rechts. En als je de lat raakt, dan krijg je gewoon één punt. Maar raak je de lat en de foto, dan krijg je dubbele punten. Is goed. Ja? Zullen we afspreken als je Sander raakt, dat je dan 3 punten krijgt? Dat is goed, dan ben je al 4. Ah, is ook goed. Ja? Ja, is goed. Nou, laten we beginnen. Ik ga gewoon voor de middelste. Nee. Nee, niks gehoord. Niks gehoord. Nee, jammer dan. Latje is gewoon 1, links is 3. Dat is oké. Mis maar. Ja. Ja, ik moet even inkomen hoor. Even inkomen, nog een keer dan? Schoenen. Ja, toch? Nog een keer vanaf de 16 of vanaf de. Nee, we gaan van 16, we gaan gewoon één keer door. Ja, ben ik benieuwd ook. Wel dichtbij. Oeh, net niet hè? Nee, dat was hem sowieso niet. Scheelde niet veel. Je was alweer bang hè? Boom! 1 punt hè? 1 punt ja. Niet de foto. Nee, 1 punt. Shit. Hij was ook nog dicht bij die foto ook. Jammer. 1-1. Die gaat het om, hè? Die gaat het om. Beslissende penalty, Champions League finale. 90ste minuut. Kijk of het erin gaat. Gelijk spel. Veel druk. En? Niet. Schiet hem naast. Champions League finale gaat weg. Nee, helemaal niks, joh. Dit is te laag. Als je nu terugkijk naar dit jaar, voelt het dan ook echt als je echte doorbraak bij FC Groningen? Ja, dat denk ik wel. Ik heb begin van het jaar een beetje moeizaam gehad. Begon op de bank. En toen kreeg ik mijn kans. 2 wedstrijden gespeeld, kreeg ik tegen PSV mijn rode kaart. En sindsdien heb ik veel wedstrijden gewoon op de bank gezeten, niet ingevallen. Daar had ik wel lastig mee, maar daarna toen ik mijn kans kreeg, heb ik gewoon mijn kans gepakt en sindsdien heb ik gewoon alles gespeeld. En ja, ik denk dat dit wel mijn doorbraak is. Ik heb 25 wedstrijden gespeeld. 25 wedstrijden toch? Klopt dat? Huh? 25 wedstrijden dit jaar? 25 wedstrijden dit seizoen. Ik denk wel dat dit jaar echt mijn doorbraak was. Ja. Bakuna, weer goed. Diarrié. Bakuna, het schot is lekker, het doelpunt prachtig. Zijn eerste doelpunt in de Eredivisie. Is een schitterende in een wedstrijd waarbij hij ook zeer goed speelt. Dat is ook altijd een dingetje toch bij voetbalspelers, dat degene met een beetje een grote mond bepaalt ook altijd wat voor muziek er wordt geluisterd. Ja. Regel jij dat ook wel eens? Ja, ik regel dat in het begin wel, maar... Nu niet meer? Veel jongens hielden niet echt van de muziek waar ik naar luister. Nou, ik hou vooral van hip-hop en R&B en zo. Welk nummer luister je nou echt heel vaak? Wat is echt je favoriete nummer? Welk nummer luister ik wel vaak? Laat me zeggen, ik luister veel naar SFB, Broederliefde, weet je wel, die rapgroepjes een beetje. PNM, maar ik chill nog met die krimis. Ben nog steeds een CMA, omringd door een probleem. Vroeger was het MOP, van die chimies. 14 weken opeens, vangen hier zo bij mijn steun. Je zegt net van... Ik heb eigenlijk niet echt veel vrienden buiten het voetbal. Was dat vroeger anders? Nee, het was vroeger precies hetzelfde. Ik heb, mijn ouders zeiden altijd tegen mij, je moet dingen laten om iets te bereiken. Mm-hmm. En ik kwam altijd vroeger ook van school. Ging naar school 's ochtends en was ik om 3 uur klaar. En wat ik deed was direct naar huis gaan. En thuis gewoon rusten of ik ging naar training toe. Ja. En dan weer naar huis. Ik was niet echt vaak buiten of zo met vrienden bezig of met die dingen. Ik was echt gefocust op voetbal. En uiteindelijk is dat wat te geworden. Is het ook echt je droomdoel, zeg maar dit?
Ja, dit was sinds klein. Echt sinds klein wou ik gewoon profvoetballer worden. Ik wou in Groningen 1 voetballen. Dat heb ik bereikt. Mijn droom is natuurlijk gewoon in de Premier League gaan voetballen. Een grote competitie of in Spanje of zo. Maar als het maar een grote club is. Wat is nou echt je droomclub? Waar zou je echt heel graag willen voetballen? Sinds klein wou ik al bij Barcelona voetballen, daar ben ik gewoon eerlijk in. Dus ja, dat is gewoon de top van de top. Dat was wel mijn droom nog. Dus daar ben ik gewoon eerlijk in. Ja, het seizoen is nu natuurlijk ten einde. Jullie hebben de laatste training al gehad. Ja. Kun je nog een beetje voetballen? Want we staan nog gelijk natuurlijk, hè? Ik kan nog een beetje voetballen, zeker. Het zit gewoon in je. Maar niet, zullen we afspreken dat we nog allemaal alle twee nog een paar panels nemen? Is goed. En dat we die bij de punten optellen en dat we dan een winnaar hebben? Is goed. Okay. Zeker weten. Laten we gaan. Doen we dat. We zetten Sander op goal. En Sander is een volleyballer. Hij is wel wat bekend met zijn handen. Ik weet niet hoe goed hij kan keepen. Dat gaan we zien. Mag ook. Ah, hij schiet heel rustig. Wat joh, ik schiet hem erin. Oh, oh. Boom! Ja. Mis. 2-2. Ik ram hem gewoon mee het goal in. Let op. Ah, keepertje! Ja, je zat eraan. Daar heb je niks aan. Oké, we doen nog één ronde panel. Als hij weer allebei raak gaat, doen we vanaf buiten de 16. Oké. Hier heb je. Ja. Je duikt gewoon weg! Wie scoort en als die andere mist, is het over. Is klaar, hè? Ja! Ja, oh nee! Wat doe je nou? Wat doe je nou? Ja. Oh, als je hem pakt, hè? Heb je? Ja, yes! Oh. Niet zo hard, gek. Mis. Ja! Oh. Jongen. De kop. Ben je klaar voor? Je moet wel kijken, Jenny, joh. Je moet even niet kijken. Kijk, mis hem toch. Kijk! Ja! Hoppa! Oeh, netjes. Kijk. Ja! Nee! Er is een winnaar! Shit! Er is een winnaar! Ah! Er is een winnaar! Hij kan niet met de druk om. Gefeliciteerd, jongen. Goed gedaan. Dankjewel. Goed gedaan. Dat was wel een goede challenge. Voor je goede tegenstand? Ja, voor mijn goede tegenstand. Voor een goede tegenstand. Wel amateur, hè? Ja, dat wel. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik had het lastig. Maar ja. Kan maar in de beste zijn. Julien Bakuna, gefeliciteerd jongen. Dankjewel. Nou, dat was het. Volgende keer een nieuw talent. Tot volgende week. Ik ga uithuilen.